Banaantje, het is klaar met jou. In mijn vorige video gebeurde er dus dit. En het is hier ongelooflijk druk. Er wordt muziek gespeeld. Er zijn mensen aan het ronddwalen. Mijn banaantje stort volgens mij zojuist naar beneden. Hij is gevallen. Dit zal niet langer gebeuren. Vandaag gaan we aan de slag. Alleen ben ik de spijker kwijt. Mag ik de spijker nog laten? Oh nee. Waar is die spijker? Oh hier, op mijn stoel. Ik zat erop. En dan, tot slot, hangt die schuin. Ik ben tevreden met het resultaat van het banaantje. Laten we nu beginnen met de saaiste Minecraft video ooit. Goed, we staan hier bij mijn prachtige busje, dames en heren. Ik ben aangekomen bij de stad waar ik een klus heb aangenomen. En je moet de titel niet geloven. Deze video is geweldig. Dit is niet saai. Dit gaat echt geweldig zijn. Laten we eens even kijken wat er aan de hand is met deze stad. Zo te zien zijn de huizen een beetje rommelig. Meneer de villager, wat is er met je huis aan de hand? Klinkt niet goed. Dit huis hier ziet er ook een beetje smerig uit. Waarom zijn al die huizen zo smerig? Hoe hebben jullie dit voor elkaar gekregen, jongens? Jullie moeten een beetje voor je dorpje zorgen. Al jullie huizen zien er echt een stront uit, gewoon. Niet zomaar. Waar ga jij heen? Hallo. Gewoon echt als dikke stront. Jullie hebben zelfs een standbeeld van julliezelf. En ten eerste is het standbeeld helemaal blauw geworden, terwijl het koper is. Dat hoort gewoon niet blauw te zijn. Hij is vies. Spinnenwebben, blaadjes, rommel. Al jullie... Jongens, ik kom perfect gelegen. Dit is waarom ik hier ben. Je gaat het bijna niet geloven, maar ik ben voorbereid op deze video. Laten we heel even snel naar mijn busje toe lopen. Want ik heb hier in mijn busje, heb ik iets in de kist zitten. Namelijk een power washer. En dan denk je, oké, ho, Max, wat gaan we doen? Wat ben jij van plan? Nou jongens, ik ga jullie het laten zien. Deze power washer spuit water. Nou, je gelooft het niet, hij spuit daadwerkelijk water. En mijn taak voor vandaag... En wacht nog heel even voordat je de video wegklikt. Ik beloof het jullie, het is echt niet saai. Ik mag de huizen schoonmaken. Zoals dit. Blaadje voor blaadje. Blaadje voor blaadje. Kunnen wij alles schoonmaken. Zoals dit. Oh, deze blaadjes die red ik niet. En het klinkt misschien... Hé, wacht even. Het klinkt misschien als iets helemaal niet iets heel bijzonders. Dat je denkt, waarom ga ik naar een video kijken waarin jij alles schoonmaakt? Ga ik heel eerlijk met jullie zijn. Omdat het gewoon best wel satisfying is om dat huisje schoon te maken. Het geeft best wel een voldoenend gevoel om dit huis schoon achter te laten, denk ik. Ik zit nu al jaren in dit vak. Ik kom daar alleen niet bij. Dat is een beetje... Oh, ik kom er wel bij. Ik zit nu al jaren in het schoonmaakvak. En het is gewoon heel satisfying. En die blaadjes, die kan ik niet schoonmaken. Maar ben ik ook voorbereid. Maak je geen zorgen. Ik kom zo meteen terug met een betere spuitmachine. Wat is het? En daarmee kan ik zelfs de blaadjes schoonmaken. Maar laten we eerst even deze troepjes hier opruimen. Oh, dit is echt geweldig. Ik weet het. Jongens, er zijn veel Minecraft-YouTubers in Nederland. Ik weet het. Maar dit... Dit ga je nergens anders vinden. Dit ga je nergens anders vinden. Dat ik gewoon een huisje aan het schoonmaken ben met water. Zo, oké. We hebben deze twee, drie huisjes hebben we nu schoon. Als in... Oh nee, kijk, hier zit nog een troepje. Zo. We komen zo meteen terug voor de blaadjes. Helemaal prima. Gaan we gewoon even alle gekke dingen die we hier hebben. En ik weet dat je het ook met de hand kan doen. Maar dan ga ik jullie even wat laten zien. Kijk, dit kan met de hand prima hier. Maar dit hier, jongens. Dit duurt eeuwen. Dit kan je bijna niet met de hand slopen. Dus je kan het best gewoon deze... Wat is het? Waterpomp. Oh, doge drukspuitmachine. Een power washer. Ik weet het Nederlandse woord niet. Ik denk, als ik gewoon echt heel lief dit aan jullie ga vragen... Dat jullie wel gewoon deze hele video gaan kijken... En ook de voldoening voelen die ik voel tijdens het schoonmaken van deze vieze huisjes hier. Oh, aan de achterkant is hij schoon. Er is gewoon iets, en ik weet, jullie voelen dat ook. Jullie voelen hetzelfde als ik. Het is gewoon een bijzonder gevoel dat je niet in Minecraft echt kan ervaren verder. Hallo, schoon worden! Zo, dan hebben we daar een blaadje bovenop. Zit hier ook nog andere dingen verstopt of zo? Nee. Jee, jongens, jullie farm! Jullie moeten wel een beetje jullie eten schoonhouden. Kan ik jullie eten? Nee, jullie eten kan ik niet kapot maken. Jullie moeten wel een beetje voor jullie eten zorgen. Kijk dit nou. Jullie zijn alles aan het verwaarlozen. Vooral jij, ja. Meneer de grote dikke neus. Goed, ik denk dat we bijna alle vieze leaves, blaadjes, vines en weet ik wat allemaal hebben. Nou, leaves trouwens nog niet. Die moeten nog. Maar we kunnen wel in ieder geval deze gekke vines en... Ik weet niet eens hoe deze blokken hier eten. Die kunnen maar... Oh, hallo. Dit gaan we in het huis erop zo. Mogen ze zelf opruimen. Even kijken. Wat moet er nog gedaan worden? We hebben hier dit zo. Hoppakee. Hey, weet je wat het is? Als je nou gewoon een survival basis zet in Minecraft... zou je mij ook gewoon in kunnen huren. Ik heb ook een naam voor mijn schoonmaakbedrijf. En aan het einde van de video weet ik de naam daarvan. Want die moet ik nog even verzinnen op het moment. Maar ik heb hem al. Maak je geen zorgen. Ik weet al wat de naam is. Zo, dan is dit huisje ook helemaal... Ik denk dat... Oh nee, niet. Er zit nog een spinnenweb hier. Ik denk dat dit het laatste huisje is. Dan hebben we in ieder geval het huisje helemaal schoon. Zo, hoppakee. Allemaal helemaal top, zo.
Hebben we hem? Is het... Oh, die is nog vies. En die daarboven ook. Oh, hier zit ook nog een beetje viezigheid op deze muur. Allemaal viezigheid. Die villagers zijn echt zwijnen met z'n allen, jongen. Oeh, het standbeeld kunnen we ook schoonmaken. Die kunnen we ook schoonmaken, dit standbeeld. Helemaal top. Allemaal viezigheid eraf. Spinnenwebben, die hebben we niet nodig. Ik heb niet eens een spin gezien, maar alle spinnenwebben zijn er wel. De hele achterkant, smerig, aan de kant. Aan de kant, dan ga ik jou ook powerwashen, hoor. Pas op. Maak jou ook schoon, al die viezigheid. Dit eraf. Hoe heb ik dit huisje overgeslagen? Aan de kant, jongens. Er is een professional aan het werk hier. Geef me even een beetje ruimte. Ik denk dat het bijna tijd is voor fase 2 van mijn meesterlijk plan om dit dorp schoon te krijgen. Ik hoef alleen nog dat huisje daarboven even te pakken. En dan is het denk ik toch echt tijd voor fase 2. Dan moeten we terug naar mijn busje zometeen. Maar ik denk dat we alle finds en alle... Ja, basically alle finds die hebben we. Alle spinnenwebben hebben we ook. Dus ga ik even hier wegleggen zo. Dan gaan we even naar mijn busje toe. Oh, een spinnenweb. Ik zie hem. Ik zie hem. Je bent maar aan het verstoppen, hè. Ik zag het wel, meneer de villager. Oké, ik denk dat ik alle viezigheid wel heb nu. Oh nee, ik zie nog iets. Ik zie nog iets. Betrapt. Eraf. Oké, nu hebben we echt alles. Dan gaan we terug naar mijn bus toe. En ik weet het, ik heb al jullie aandacht op het moment. Ik weet dat jullie aan het kijken zijn vol spanning van waar gaat dit heen? Waar gaat dit verhaal heen? En maak je geen zorgen. Het wordt nog leuker dan dat het is. Het wordt echt nog leuker dan dat het is. Laten wij de groene powerwasher, de deep clean powerwasher pakken. Kan ik die op een villager gebruiken? Ah, heel jammer. Op een boom misschien? Even kijken. Wat maakt dit schoon? Maakt dit blaadjes schoon? Nee, dit maakt nog niet blaadjes schoon. Ik weet eerlijk gezegd niet zo goed wat deze doet. Of deze ook iets bijzonders doet. Oh, wacht. Kijk. Ik kan alle dirt kan ik groen maken weer. Ah. Dus alles wat niet groen is, kan ik weer... Oh, jongens. Het is tijd om dit standbeeld schoon te maken. Ik wist dat dit ging gebeuren. Dit wist ik vanaf. 100%. Kijk, we kunnen dit standbeeld weer naar zijn rechtmatige glorie terugbrengen. Hij is zo vies, hij was helemaal groen geworden. Hij was helemaal... Viezigheid zat erop en weet ik wat allemaal. En dat hoort niet. Dit standbeeld hoort gewoon lekker schoon te zijn. Oh, dit is echt heel satisfying. Dit is echt heel satisfying. Kijk, je kan ook gewoon lekker zo helemaal eroverheen gaan. Dit is nou gewoon wat ik noem Minecraft content. Echt op een hoog niveau. Hier ga ik een serie van maken op mijn kanaal met 100 verschillende afleveringen. Juist. Dit is top. Jij eronder, kom op. Oh, daar kom ik niet bij. Nee, nee, dat kan niet. Daar moet ik ook bij komen. Hij is wel traag, moet ik zeggen. Ik had hem wel sneller verwacht. Sneller schoonmaakservice. Oké, zo. Oh, dat plekje eronder kom ik ook niet bij. Daar moeten we even maatregelen voor gaan verzinnen. Even die dikke neus ook even schoonmaken. Zo, zijn koppie mooi, zijn oogjes, zijn hoedje daar. Hebben we hem dan? Ja, alleen die lelijke die plekje hier, daar kom ik niet bij. Oh, jawel. Vanaf een bepaalde hoek kom ik erbij. Ja. Oké, de andere kant op. Deze ook. Juist, kom op. Schoon. Wordt nou schoon. Juist. En dan alleen nog dat plekje in het midden daar. Kom op, ook even schoon worden. Ga jij eens aan de kant, jongen. Je hebt hier helemaal niks mee te maken met het avond. Ik moet een grasblokje hebben. Ik kom er niet bij. Dan bouwen we heel even hier. Ah, ga nou eens aan de kant, hé. Zo. Kijk, en dan kunnen we nu het proberen via een bepaalde hoek. Kijken of we het schoon krijgen. Kom op. Kom op, werk. Het werkt niet. En dit stukje hier dan? Ja, dat wel. Dat hebben we nu ook schoon. Oké. Dan is letterlijk alles is schoon. Behalve dit blokje hier. Ja, we hebben hem. We hebben hem. Het standbeeld is helemaal opgeklaard, jongens. Ongelooflijk. Kijk, en de dirt wat we hier achterlaten, kunnen we ook weer groen spuiten. Zo. En alles wat we hier achterlaten, kunnen we ook mooi groen... Nah, ik ben echt... Deze villagers moeten me betalen. Alleen die blaadjes krijg ik nog niet weg. En ik weet dat ik het kan slopen met mijn hand. Maar ik wil dat niet. Ik wil dat gewoon... Wat zijn jullie dan met z'n allen op de berg aan het doen? Hallo? Wat is dit voor een geheime villager meeting? Zijn jullie van plan om mij niet meer in te huren of zo? Oké, weet je wat? Voor al die leaves ga ik zwaarder geschut erbij pakken. Ik heb nog één... supersonische, wilde, super, ik kom niet op het woord, powerwash, hoge drukspuit. En dat is namelijk de powerwasher deepest clean. Hij is rood, dus dat moet ook wel heftig zijn. Laten we even op deze boom testen hier. Hij gaat dwars door blaadjes heen, zo te zien. Hij haalt het schors van de bomen af, dus ik moet wel voorzichtig zijn met deze. Ik denk dat ik namelijk zomaar een huis nog wel eens kan slopen. Laten we gewoon voorzichtig alles... Oh god, het is nu al echt verpest. Weet je wat, jongens? Vertrouw me maar. Ik ga gewoon even jullie huis schoonmaken zoals dit. Niks aan de hand. Niks aan de hand. Ik bedoel, jullie blaadjes moeten eraf. Dat kan ik regelen. Let niet op de schade die ik misschien mogelijk een beetje achterlaat hier en daar. Niks, dat hoort erbij. Deel van het risico. Hoe noem je dat? Risico van het vak. En ik weet dat ik echt alle aandacht op het moment van iedereen heb die deze video is gaan kijken. En zelfs een beetje jaloers. Ik voel dat jullie een beetje jaloers zijn zelfs. Op het feit dat ik dit kan doen. Zo, ik ben echt dat hele dorp nu aan het... Het was zo goed aan het gaan, maar dit ding is gewoon echt te sterk. Dit ding is echt te sterk. Ik moet oppassen dat ik niet zomaar dat standbeeld verpest. Oké, zo. Ik ga gewoon klikken. Kijk, zie je dan... Heb je kans dat ik minder schade aanricht. Hier een beetje vanaf de zijkant werken, zoals dit. Hier ook zo, hoppakee.
Vanaf de zijkant. Ja, we zijn zelfs het gras aan het verpesten. Dit allemaal, hoppakee, netjes, zo. Zo. Kan ik de villetjes hiermee pijn doen? Oh, dat vind ik heel jammer. Nou, ik moet zeggen dat het er wel netjes uit begint te zien, hoor. Het dorpje begint helemaal schoon te worden. Als je vergelijkt met hoe het eruit zag toen ik hier kwam. Kijk, de schade en zo. Oké, dat heb ik gedaan. Weet je, daar kan ik niks aan doen. Daar kan ik wel wat aan doen, maar daar wil ik niks aan doen. Maar de viezigheid is wel zo goed als weg. Oh, de farm kan ik ook blijkbaar slopen. Jongens, ik help even met farmen, hoor. Let niet op mij. Zo, raap het maar op. Moest ze rapen het ook echt op. Ik ben ook nog eens aan het helpen met farmen. Ongelooflijk. Viezigheid hier weg. Ik help je al even met farmen weer. Raap het maar allemaal op, meneer de farmer. Zo. Hebben we alles? Oh, een spinnenwebje. Een spinnenwebje. Zo, die is weg. Blaadjes nog hier. Ik denk nou is wel... Oh, daar helemaal in de verte. Kan ik daar vanaf hierbij? Als ik zeg maar gewoon dit doe zo. Oh, dat zou het zijn als hij dat schoonmaakt vanaf hier. En? Red ik het? Ik red het volgens mij net niet vanaf hier, die blaadjes. Oh, net niet. Dat is echt heel jammer. Dat is echt heel jammer. Vanaf hieronder dan zo. Kom op. Die blaadjes moeten weg. Nou, red het net niet. En vanaf hier? Juist, vanaf hier wel. Tuurlijk redt hij het vanaf hier. Deze blaadjes nog even netjes weg. Er zat er nog eentje op. Die halen we ook weg. Ik denk dat wij dit dorp gered hebben. Ondanks de schade die dit ding aanricht. Als ik gewoon letterlijk alles zo wil mollen. Gewoon het sloopt gewoon cobblestone zelfs. Jongens, ik weet je. Jullie huis hebben even een nieuwe inrichting nodig. Ik bedoel, dit voelt veel ruimtelijker. Nu kan je er gewoon snel doorheen lopen voor jullie taken en zo. Hoef je niet meer om het huis heen te lopen. Ik sloeg nergens op. Wat voor loot hebben jullie? Zadel is ook voor mij. Ik snap echt niet wie de titel bedacht heeft dat dit de saaiste Minecraft video ooit zou zijn. Ik bedoel, de schoonmaak, Minecraft. Die twee punten moeten al genoeg zijn gewoon voor de meeste video. Ik weet oprecht niet wat ik aan het doen ben. Jongens, het dorp is schoon. Het is een succesvolle missie. Ik denk dat ik vaker terug ga komen voor andere schoonmaakmissies. Vind jij dat nou ook echt helemaal geweldig? Dat je denkt, jeetje Max, je hebt schoongemaakt. Ik heb het helemaal... Laat even een reactie weten als jij tot dit punt in de video bent gekomen. En echt elk moment op het puntje van je stoel zat gewoon. Vergeet dan even niet te liken. Abonneer even. En reageer even dat je dat gewoon gedaan hebt. Dat je tot dat punt bent gekomen. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Weet je wat? Ik stap weer in mijn bus. Ik ga er vandoor. Ik stop even mijn loot hierin. Mijn prijs hebben mijn zadel betaald. Meer hebben ze niet betaald. Gierige poepvillagers. En dan gaan we er vandoor. En terwijl ik er vandoor ga, ga jij gewoon deze video kijken. Ik heb gehoord dat dit ook leuk is. Want hier ga ik namelijk met 200 kijkers en Rick een oorlog voeren. Gewoon echt oorlog. 100 kijkers. Geen idee. En dan nu spreek ik later. Glaasje water. Vier vlees bier. Tot de volgende keer.